De hele week werden er wedstrijden gespeeld op de toekomst. Zo speelde afgelopen donderdag de B2 een oefenwedstrijd. Zondag kwam de C1 in de competitie uit tegen Vitesse C1. En elke keer was het gezellig druk op de toekomst. Ouders, broertjes, zusjes en belangstellenden. Ze werden zeker niet teleurgesteld bij Ajax D1, ADO Den Haag D1. Een wedstrijd die goed was vanaf het moment dat er werd afgetrapt. Zoals hier in de eerste helft. De D1 getraind door Casimir Westerveld. Misten een aantal spelers. Jay Gorter is op schoolkamp. Magid Suleman, Milan Baars zijn geblesseerd. En dan is er ook nog Mitchell Bakker. Hij miste de wedstrijd omdat hij geopereerd wordt aan zijn darmen. De operatie vindt plaats vandaag op 11 september. Succes vanuit Ajax, Mitchell. En dit de eerste kans van de wedstrijd. Meteen vanaf de aftrap. Kees de Boer met het paasje op Quincy Nkanza. En Nkanza met de grote kans al na 1 minuut. Maar hij vindt de voeten van Timon Fickert. De doelman van ADO Den Haag. Maar ADO, flink wat aardige spelers. Kijk deze actie eens. Van Raoul Soujbali. Het schot net voor het doel langs. Maar een mooie actie van de rechtsbuiten. Van de Hagenaars. Raoul Soujbali. De D1 speelde een goede wedstrijd. In de eerste helft een paar slordigheidjes. Maar ook flink wat kansen. Hier de bal op de lat. Van Jim Beers. Het kopballetje nog. Van Serginho Dest. Maar uiteindelijk geen doelpunt. De grootste kans voor Jim Beers. Dan de tweede helft. Kees de Boer aan de bal. De bal gaat naar links. De voorzet. En uiteindelijk hier het doelpunt. De 1-0 van de wedstrijd van Richenel Margaret. De actie was overigens van Juan Familia Castillo. De bal die niet goed werd weggewerkt achterin bij ADO. En zo is het 1-0 voor de D1 van Casimir Westerveld. De lange bal van achteruit van Sven Botman. Weggekopt door de ADO-defensie. Castillo pakt op. Juan Familia Castillo. En zijn schot via de onderkant van de lat. Wat een pech. Voor deze uitblinken, dat mag je toch wel zeggen. Zeker aangezien hij nog een schitterende actie in petto heeft. Maar de aanval gaat vellen. Quincy Nkanza terugleggen op Dino Jamie. Maar uiteindelijk Timon Fickert die hem klemt. Prachtige aanvallen van de D1. Maar de mooiste komt hier. Kees de Boer. Houdt zo'n beetje elke aanval op bij de D1. Althans, zo lijkt het in de samenvatting. Het balletje hier op Castillo. En let dan op wat hij hier doet. Geweldig. Een prachtige actie van Castillo. En daar de 2-0 van Quincy Nkanza. Maar wat een geweldige actie van Castillo. Fenomenaal op de achterlijn gaat hij er langs. Hier nog een keer goed te zien de actie. Een Zidaantje op de achterlijn. En het afleggen is ook keurig op Nkanza. En zo wint de D1 van Casimir Westerveld met 2-1 van ADO Den Haag D1. Dan gaan we door naar de vriendschappelijke wedstrijd van de B2 van Ajax tegen Huizen B1. Gadegeslagen door Richard Wits, Rolando Trustful, Brian Tevreden en Michel Kreek. Interessant om te zien wat de B2 doet. Een talentvol team. De ploeg van Frank Perenboom tegen Huizen B1. Hier de actie. En de 1-0 binnengekopt door Samet Bouloud. Dit is al aan het eind van de eerste helft. Bouloud heeft dan al flink wat kansen gehad. Maar uiteindelijk vindt hij het net. Kort voor rust. Goeie voorzet vanaf links van Mauro Savastano. En Bouloud, spits van de B1, kopt hem hard binnen. De tweede helft dan. De actie. Het uitverdedigen van Huis is niet goed. Bouloud, sterk. En het schot van aanvoerder Donny van der Beek. En zo is het 2-0. De B2 van Ajax dit jaar intensief gevolgd. Voor de serie Helden van de Toekomst. Vrijdag daarvan in Ajax TV de eerste aflevering van het seizoen. En de talenten gaan we dus nauwgezet volgen. Een foutje, dat hoort er ook bij. Guido Jansen speelt de bal in de voeten van de spits van Huizen B1. En zo is het 2-1. En Jansen paalt als een stekker. Lange bal van achteruit van Joost Meendering, de doelman. Hier bij Mazraoui, Donny van der Beek. Mauro Savastano gaf al de voorzet
Op de 1-0 van Boulut legt hem hier weer af. En hier heeft hij ook de assist te pakken op de 3-1 van Shivairo Hokkain. Jansen. Furkan Kurban. Mooie naam. Goeie bal ook. Mauro Savastano. De linksback. Weer is hij mee opgekomen. En hier weer Shivairo Hokkain. En zo wint de B2 van Ajax de oefenwedstrijd tegen Huizen B1 met 4-1. Keurig, netjes, goede uitslag. Savastano, 3 assists voor een linksback. Dan de C1 van Ajax. Zij speelde afgelopen zondag in de competitie tegen Vitesse AGOVV C1. En dit is eigenlijk ook meteen al vanaf de aftrap. De fout achterin bij Ajax. Afgestraft door Van Dijk, de nummer 10 van Vitesse. En de vroege achterstand voor de ploeg van Peter van der Veen. Nieuw in de opleiding, won onlangs al met zijn C1. De Supercup van Feyenoord C1. En het wordt uiteindelijk in ieder geval 1-1. Doelpunt is van Theo Vaisio Zeefuik. De bal bij hem via Mink Peters. En de gelijkmaker dus van Zeefuik. Weer Ajax. Zian Fleming met de bal goed op Fosu-Mensah hier. De rechtsback wordt neergehaald door Stef Brummel. En dan zegt de scheidsrechter dat is een penalty. De aanvoerder van de C1, Timothy Fosu-Mensah. De gele kaart voor Stef Brummel. Tot onvrede van hem. Maar het is absoluut een overtreding. Achter de bal dan Darren Sidul. Nieuw in de opleiding. Groot talent overgekomen van ADO Den Haag. En hij prikt de bal naast. Het is geen 2-1. Stef Kennepol. Een goede bal van achteruit. Die terechtkomt bij Mink Peters. En dan via de voet van Juri Potjes. De nummer 5 van Vitesse gaat die bal erin. En zo is het alsnog 2-1. En de voorsprong dus voor de ploeg van Van der Veen. Een beetje hulp is nooit weg. Balen voor Potjes en balen voor Stef Brummel. Maar prettig voor Ajax. Hier Sidul met een goede actie. Dilrosen. Dit is een hele mooie actie. We zagen er straks al de actie van Castillo. Deze mag er ook zijn van Dilrosen. De voorzet is er van Zian Fleming. En daar uiteindelijk het doelpunt van Jis Hoornkamp. En dus is het nog voor is 3-1. Maar wat een goede actie van Dilrosen daar. Aan de rechterkant die hem nog meegeeft aan Fleming. En Hoornkamp is een goede spits. De tweede helft dan. Vitesse in de aanval. En hier de overtreding van Fosu-Mensah. Die weet het dan eigenlijk zelf al, lijkt het. Wat de scheidsrechter hier gaat doen. Hij trekt Mats Grotebregge onderuit van Vitesse. En de rode kaart voor de captain. Voor het eerst was hij aanvoerder van de C1. En dan gebeurt hem dit. Ja, er is weinig tegen in te brengen. Hij houdt hem vast. En dus de C1 met 10 man. Maar het scoort nog wel. Het wordt nog 4-1. De bal hier van achteruit bij Kai Sierhuis. Sierhuis is er voorbij. Moet hem voortrekken. Doet dat. Dan komt de bal hier bij Dani Cox. En die rond keurig netjes af hoor. 4-1. Een overwinning dus voor Peter van der Veen en zijn mannen.